Welkom bij Sinjak Delfshaven. Bij kinderboerderij De Bokkensprong werd de Dag van de Duurzaamheid gevierd. Kinderen van diverse scholen maakten een zogenaamde duurzaamheidsscan en keken of de kinderboerderij goed bezig was. Toch vonden ze nog wat verbeterpuntjes. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? Meester Paul, wat gebeurt hier vandaag allemaal op de kinderboerderij? We hebben hier vandaag de duurzaamheidsscan van de kinderboerderij. Dat betekent dat er een klas kinderen bezig is om te kijken of wij op de Bokkensprong duurzaam bezig zijn. Of wij wel goed met de spullen omgaan, of we zuinig zijn met water, of we zuinig zijn met energie. En wat wij met ons afval doen bijvoorbeeld. En hoe komen ze daarachter dan? Door een soort scan te doen. Ze hebben een vragenlijst en die vragenlijst is met een aantal thema's. Er is een thema water, een thema dieren, een thema energie en zo zijn er nog een paar. En aan de hand van die vragenlijsten gaan zij de boerderij rond om te kijken of wij duurzaam zijn. We kijken hoe duurzaam de kinderboerderij is. En hoe moet je dat bekijken dan? We geven antwoord op allerlei vragen. Kan je zo'n vraag vertellen? Wat zo'n vraag is? De vraag. Wat is bijvoorbeeld een vraag die jullie moeten beantwoorden? Zijn er gebouwen met een dak van planten? En? Is dat er? Ja. Zoals wat dan? Die daar zo. Hij is best wel klein, maar het is een dak van planten. So what you wanna do? Let's just run, girl. If we wake up and you wanna break up, that's cool. No, I won't blame you. It was fun, girl. Don't say no, 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 no. Lijken jullie goed bezig te zijn met water en energie, maar zijn er nou nog verbeterpunten? Jazeker, er zijn verbeterpunten en die kunnen de kinderen zelf ook aandragen als ze de scan gedaan hebben. En ze zeggen van nou, je zou bijvoorbeeld beter kunnen aangeven waar je je afval kwijt kunt. Of beter kunnen zetten op je afvalbak van wat er precies in zit. Dat is een verbeterpunt. En we hebben ook nog iets anders, zeg maar dat het dak is te hoog. Als de verwarming aanstaat, dan gaat het allemaal omhoog en dan blijft de warmte niet zitten bij de mens. Dat is zeker goed gevonden. Dat heb ik zelf nog niet. Nee, ik heb het ook gedacht. Dat is een beter punt. Hoeveel scholen komen er vandaag? Vandaag komen er 2 scholen. En dat zijn de Finlandia. Die zijn nu op dit moment bezig. En vanmorgen was de Prinses Margriet school hier. Draaien jullie een bepaald programma vandaag? Hoe ziet dat eruit dan? Ja, wij hebben de duurzaamheidsdag. En een onderdeel daarvan is de duurzaamheidsscan die nu gaat gebeuren. Vanmiddag komt portefeuillehouder Fred Burggraaf. Die komt Mr. Finney voorlezen. En wij zijn vanaf nu een inzamelpunt van Recycle. Dat kun je nu niet zien. Maar dan kun je oude elektrische apparaten kun je daar bij ons kwijt. Kijk iedere vrijdag om 5 uur naar Sinjak Delfshaven. Moet wel kijken, is echt leuk. Stopplaats Essenburg Singel. Een rondleiding door een station. Nee, stopplaats. Hier, aan de landelijk gelegen erf Zeeweg, wonen Boy Fagnotti en zijn vrouw in het voormalig stationsgebouw. Boy leidt ons graag rond. Maar vertel eerst, wat was dit gebouw voor? Nou, in 1999 was het 100 jaar geleden dat de Centuurbaan eigenlijk ontstaan is. De Centuurbaan, dat is een ring om Rotterdam. Het eigenlijk begin van het spoorwegnet om het vervoer naar Utrecht vanaf Hoek van Holland te bevorderen. Deze kant was de perronkap. Stapten de mensen in en uit de trein.
En dit was eigenlijk het, hoe noem je dat, goederenopslagplaats. Werd de bagage gestald en eruit gehaald, want dit is vroeger een deur geweest, kan je hier nog zien. En ook aan de bouwtekeningen die ik heb. Dus dit was eigenlijk vroeger de ingang. De ramen zitten er ook nog. Shit. Ja, qua stookkosten hebben ze heel veel weggespijkerd. Maar alles zit er nog. Ik moet het wel weghalen, maar het is in de originele staat terug te brengen. Dat is geen punt. Boy, kan je even open doen? Zo. Nou, hier kan je zien. Ik weet niet of ik het licht aan moet doen. Ja, laat maar zitten hoor. Kijk, hier kan je zien de originele bouw van het station. Ik wilde graag de bestek hebben van dit gebouw en de bouwtekeningen. Hier het archief in Rotterdam is natuurlijk totaal afgebrand door het bombardement. Nou, toen ben ik bij het archief van Utrecht gaan informeren en inderdaad, daar hadden ze de tekeningen nog. Zelfs het bedrag wat het moest gaan kosten. Overigens, die centuurbaan die heeft 1,2 miljoen gulden gekost. Dit is de achterkant. Heb je genoeg licht? Hier is de achterkant. Mooi hè? En dit is dan die kant. Zie je? Met shutters nog ervoor. Die zijn helaas door de tand destijds niet weg. Dit is de perron. Hier heb je die deur waar ik het over had. Ja. En waar het raam nu zit, dat waren ook twee openslaande deuren. En dat was dan de goederenopslag. Dat is, nou denk, als ik zo naar die auto kijk, begin jaren 60. Dat zijn de buurtjes. Die jongen die woont hier nog steeds. Hier met ketelpakje aan. En hij kon mij vertellen dat dit een taxi was. En dit is zijn vader. En die taxi die kwam zijn broer en zus ophalen. En dit is een authentieke lamp. Zie je? Zo ging dat vroeger. Het fluitje van de conducteur ligt er ook nog bij. Bakkeliet met een houten kogeltje erin. Mooi hè, dat is geschulpt allemaal. Ja, er werd niet op bezuinigd. Als je naar die dakbalken kijkt, moet je kijken want hoe bewerkelijk dat is. En bij de buurman, daar is het ook weer anders. Kwaliteit hoor. www.delfshaven.nl. Voor alle bewoners van Delfshaven is er tegenwoordig een fantastische website. Niet meer van die versnipperde sitejes waarvan alles al op staat. Nee, één website waar je alles kunt vinden over wat er bij jou in de buurt gebeurt. Sport, spel, andere mensen ontmoeten. Het kan allemaal. En met één klik. www.delfshaven.nl. Bij Postwest aan het Tiedemanplein werd de informatiemarkt voor vrouwen gehouden. Wij spraken met Gonnie Hoebergen van Delphi Opbouwwerk. Vandaag hebben wij een aanbod voor een bepaalde doelgroep, voor vrouwen. Met name voor vrouwen, omdat heel veel vrouwen nog een bepaalde achterstand hebben ten opzichte van economische zelfstandigheid, van werk en opleiding. En wij bieden deze vrouwen dus een opstapje naar werk. Goeiedag. Hoe komt een man zoals u op een banenmarkt voor vrouwen? Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Nee, gewoon vanuit onze organisatie Futuro. En, wat voor organisatie bent u? Futuro werkt, een opleidings- en trainingsinstituut in Rotterdam. Ik ben hier voornamelijk op de banenmarkt omdat wij graag bij DISC vrijwilligers willen om conversatielessen te geven. Want jullie zijn op zoek, zie ik hier op dat affiche. Van die prachtige affiches van wij willen jou. En als je goed Nederlands spreekt en het leuk vindt om een conversatieles te geven op een hele informele manier, gewoon gezellig over dagelijkse onderwerpen praten met elkaar, nou dan kan je bij ons terecht. Werkt zo'n markt nou? Heeft het zin?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, kijk, niets doen heeft helemaal geen zin. Dus wij hopen toch met dit initiatief, wat dus door Delphi en door DISC is georganiseerd, om met dit initiatief toch vrouwen naar een bepaalde richting uit te laten gaan. En in ieder geval hun informatie te geven over wat er wel mogelijkheden zijn. Stilzitten heeft geen zin, denk ik. Dat is achteruitgang. Dus als je ingrijpt op de scholing en van daaruit een stukje vrijwilligerswerk doorzetten richting gewoon werk, arbeidsritme, dan denk ik dat het wel zin heeft. Ik ben Rosila Asnoussi. Ik werk bij het vrouwencentrum Delfshaven. Ik zit hier voor de vrouwen. Ik wil dat de vrouwen weten wat we doen en wat we allemaal hebben de hele week door. Want wat bieden jullie aan? Wij bieden zoveel aan, dus we hebben naailessen, borduren met machine, fietslessen, sport, kooklessen, conversatielessen, handwerk. Wij doen zoveel dingen ook in samenwerking met anderen, zoals Context, Vrouwen in Beweging, met Vrouwen Empowerment Centrum. Vrouwen Empowerment, het klinkt heel krachtig. Ja. Waar staat dat eigenlijk voor? Vrouwen empowerment staat voor een vrouw de kracht geven om gewoon zichzelf zeg maar, te laten bewijzen van wat ze kan en wat ze doet en ja, et cetera. Op 9 december is er in de vanillefabriek, voormalig vanille, is er een banenbeurs en die heet banenbeurs 010. En daar is onder andere een zorg-welzijnplein ingericht, met name voor mensen die bijna een mbo-opleiding hebben afgerond of die een mbo-opleiding hebben. En de mensen die hier vandaag komen en die dus behoefte hebben aan een baan, die verwijzen wij door naar de banenbeurs. Dan wel individueel, als dat we dus in een groep daar naartoe gaan. Een novemberfeest in de schat van Schoonderloos. In dit lieflijk parkje was van alles te doen. Ik ben Margriet Bootsma van de Schat van Schoonelo, maar in deze functie ben ik hier nu niet. Dit is echt een gezellig iets voor van de deelgemeente, voor de kinderen van de wijk. Gesponsord door de deelgemeente. Wat is het precies? Het is een kinderactiviteit in plaats van de najaarsmarkt, de kramenmarkt die er een aantal jaren is geweest, wat een heleboel mensen wel leuk vonden, maar de kinderen eigenlijk niet zo. En we wilden nu eens echt iets heel speciaals voor de kinderen doen. En wat is er allemaal te doen? Oh, er zijn zoveel leuke dingen te doen. Alles wat kinderen leuk vinden. Natuurlijk veel eten. En ook twee niet-actieve dingen. We hebben een clown, Timo de Clown, die goochelt, die jong leert en die tovert. Daar kunnen de kinderen naar kijken. En we hebben een poppenkast. Dat is ook niet echt actief, maar daar kunnen ze ook naar kijken. En de rest is allemaal actief. Zou het liefst kunnen zijn op een keileke zomer.
We hebben bloempotjes die versierd kunnen worden waar een plantje in komt wat ze mee mogen nemen. We hebben een tafel waar geschminkt wordt. We hebben een tafel waar sieraden gemaakt worden. We hebben een tafel waar muffins versierd kunnen worden met marsepein. Dus er is voor elk kind is er iets te doen. Is het alleen voor kinderen hier in de directe omgeving of voor wie is het eigenlijk precies? Nee, het is niet voor die directe omgeving. We hebben eigenlijk 600 stuks geflyerd. Zeg maar de driehoek, zoals dat netjes genoemd wordt. Uitgebreid met het VOC-terrein en de Korte Dijkstraat. En toch echt wel veel. 600 stuks hebben we geflyerd. En hoeveel kinderen verwacht je? Ik verwacht zo in de loop van de middag, we zijn om 2 uur begonnen, dat er toch wel een 100 kinderen komen. Doe je vaker dingen met kralen? Ja, op de BSO, school. Wat vinden jullie van deze middag? Heel leuk en gekke clowns. Vooral die daar zo. En leuk voor kinderen om te spelen, leuk voor ouderen. En lekker eten. En heb je al iets gedaan? Ja. Ja. Wat dan? De clown negeren. Ja. En hoe werkt dat dan? Leg uit. Gewoon hij praat en dan maak je grapjes van zijn grapjes. Cineac Delfshaven is voor iedereen. Okay. Op 11.11.11 werd Big Shops Park Boulevard geopend aan de Vierhavenstraat. Met een lampionnenoptocht. Tijdens de opening brak er een korte maar hevige brand uit. Gelukkig was de brandweer snel te plaatsen. Wie ben jij? Ik ben Nathan van Zandbeek. Okay, en jij weet vast wel wat er hier aan de hand is? Ja, dat weet ik inderdaad. We hebben hier vandaag de grootste opening van het nieuwe winkelcentrum. En zometeen gaan al deze kinderen in een lampionnentocht het winkelcentrum openen, officieel. Natuurlijk omdat het 11.11 is. Hè? En het is helemaal af al? Of moet er nog iets gebeuren? Is het hele dakpark af? Of, Nee, het dakpark is nog niet af, maar de winkels zijn wel open. Dus iedereen kan naar hartelust shoppen. Dus vlak voor Sinterklaas kan niet beter, hè? Hoi, jij kan me vast vertellen wat Sint Maarten is. Nee. Ben je blij met dit winkelcentrum in de buurt? Heel erg blij, ja. Ik ben blij, ja. Enig idee wat er hier allemaal gaat zitten? Want ik heb helemaal nog niet gekeken. Nou, eigenlijk wel. Alle die winkels, die nieuwe winkels zijn allemaal grote. En ik vind het ook, ik ben al 17 jaar hier. Ik heb niks slechte kant gehad. Dus ik was van plan om te verhuizen, maar misschien niet meer. Nee, toch maar even hier blijven. Ja hoor, graag. De rest nog te doen behalve de lampionnenoptocht? Nou, aan het einde van de lampionnenoptocht wordt het logo onthuld van het winkelcentrum. Daar komen nog wat speciale effecten bij, dat zal je straks wel zien.
En Jurgen Rijman die presenteert dat. En is er nog een heel bijzonder optreden straks op het podium. En dat is, mogen we dat weten? Ik hou hem even spannend voor je. Mag je straks komen kijken? Voor de opening van dit prachtig nieuwe centrum hier, de Big Shops. De Big Shops Park Boulevard, waar u allemaal voor hier bent. U ziet het, verschillende winkels, voor iedereen wat. En natuurlijk is het ook een prachtige opsteker voor Delfshaven dat we dit nu hier mogen hebben. Mooie winkels in een mooie buurt, voor mooie mensen. Het heeft even geduurd voordat het er stond, het staat er nu. Ik heb zo net begrepen dat in 2013 ook het park op het dak helemaal klaar is. En dan is het dus zo dat je dan, zeg maar, hier bij de Appie Happy je vlees kan gaan halen, naar boven kan klimmen, barbecuen, wijntje erbij en genieten van het uitzicht in Rotterdam. Ik denk dat het uniek is voor deze buurt, het is uniek voor Nederland en dat vind ik voor de mensen van Delfshaven zeker een applausje waard. Ja. 10, 9, 8, 7. Cause girl, you are more than sweet. You are the one that I adore. I'm dreaming, making my dreams come true. I only dream about you. Alles die kant op! Alles die kant op! Die kant op! Dames en heren, wil u alsjeblieft ruimte maken? In ieder geval even allemaal voorbij het fietspad, alsjeblieft. Dames en heren, allemaal afstand nemen, alsjeblieft. Dankjewel. Ik sta hier met Carlos Gonçalves. Er werd hier net een winkelcentrum geopend en nu staat de boel in de fik. What's happening? Ja, what's happening? Dat is een goede vraag. Ik moet je zeggen, ik ben in shock, want we waren net nog allemaal in een feestelijke stemming. Dit is natuurlijk voor een belangrijk project, initiatief. Voor Delfshaven is dit natuurlijk heel erg belangrijk. En dan doe je net de opening van iets waar we heel lang met elkaar op hebben gehoopt. En dan staat het gewoon in de fik. Ja, wat moet ik zeggen? Wat denk je hoe het is gekomen? Het vuurwerk? Ik hoor vuurwerk. We hebben natuurlijk net feestelijk met elkaar het vuurwerk afgestoken. Mm-hmm. Ik denk dat het daardoor komt. Ik weet het ook niet. We moeten afwachten wat uiteindelijk het onderzoek zal aantonen. Maar ja, dit is natuurlijk een enorme domper natuurlijk. Iedereen staat hier. Iedereen was hier om te feesten. Ja, nu zitten we met z'n allen te kijken naar hoe dit aan het afbranden is. Ja, ik heb er geen woorden voor. Ik vind het verschrikkelijk. Dames en heren, wil je alsjeblieft afstand nemen voor de brandweer en dergelijke, alsjeblieft. Afstand nemen. Alle rijbanen vrij houden, alsjeblieft.
vind het gewoon verschrikkelijk. En zeker voor de mensen die nu al 15 jaar hebben zitten wachten op iets prachtig wat eigenlijk, hè, eindelijk iets in Schiemond-Delfshaven dat we hebben. En dan komt de brand, ja, is gewoon triest. Is gewoon en dan nog bij de opening ook. Ja, zeker. Ralf die begon op te treden en die werd van het podium afgehaald. Ja, die kreeg ook de schrik van zijn leven. Is gewoon verschrikkelijk. Ik heb het echt, ik heb met die mensen te doen, echt waar. Zeker weten. Graag gedaan. Heb je het zien gebeuren? Nou, wij stonden naar de optreden van Ralf te kijken. En ik kijk naar boven en ik zie allemaal rookwolken van het dak komen. En op een gegeven moment zat iedereen naar boven te kijken. En zijn we naar achteren gegaan voor de veiligheid. En toen rende alles door elkaar, ja. Alles door elkaar. Verkeer reed gewoon door. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Het ging ook heel hard, hè, het vuur? Heel snel ging het, ja. Het is echt zonde. Het is net de opening. En daar gebeurt er zoiets. Kijk elke vrijdag om 5 uur naar Cyniac Delfshaven. Hartelijk dank voor het kijken naar Cyniac Delfshaven. En blijf ons ook volgen op Facebook, YouTube en Twitter.